Zo, dat is filmpje 3 alweer. Even kijken of ik alles een beetje netjes kan krijgen. Waarom zit dat zo vervelend? En hij zit ook gelijk bovenop. Zo. En de grap is, ik hoor wel wat, maar ik voel nou niks. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien zo. We gaan de balloflager dus uit elkaar halen. Dan gaan we zo direct een konisch lager inzetten. Of die zit hier al in, dat weet ik nog niet. Nee. Je hoort het al. Nou, ik kan al zien dat het rot is. Kom zo bij je. Moment. Eventjes. Eventjes mijn magneetje pakken. Dit is een balhooglagertje vervangen, filmpje nummer 3. Sven, je motorblok of je motorfiets is een laag aan de kloten, zie ik. Gelukkig is het niet mijn motorfiets. Ja, oké. Nou, die kogeltjes die gooi ik weg. Daar doe ik niks meer mee. Weg met die zooi. En ik pak ze altijd met een magneetje eruit. Dan doe ik dat. Ze lopen nog eens over de grond weg. Dan heb je overal vieze vette binden. En dat wil ik niet. Dus met een magneetje pak ik de kogeltjes weg. En dan gaan we eens even kijken of ik voor jullie zichtbaar kan maken. Wat er voor rot is. Je motorfiets steunt op dit vlak. En ik weet niet of het te zien is, maar ik zie hier heel duidelijk pitten in zitten. Meerdere pitten. Dus waarschijnlijk is het een keer uit elkaar geweest en opnieuw in elkaar gezet. En hebben ze het niet vervangen. Normaal gesproken zie ik altijd duidelijk een vast patroon aan pitten. Maar hier zitten meerdere pitten in. Dus dit gaan we los slaan. En hier kun je het ook zien. En we gaan hier een konisch lager op zetten straks. Ik ga even kijken of ik jullie nog wat meer kan vertellen. Ja, dat kan ik. Even zien, want ik heb het konische lager niet op voorraad liggen, dus die moet ik even bij mij ophalen uit de winkel. Dus dan moet ik stoppen, jullie staan daar te kijken, dan ga ik hier staan met filmen. Het onderste lager probeer ik er recht mogelijk uit te slaan. Ik wil niet hebben dat die kantelt. Als die kantelt, krijg je beschadigingen en is het moeilijker. En dan gaan we hier naar kijken. Wat me opvalt is dat hier wel ander vet in zit. Dus ze hebben het een keer aan elkaar gehad. Daar ben ik van overtuigd. En ook hier zie ik een vreemd kogelpatroon. Wat ik eigenlijk niet gewend ben. Dus er is hier al een keer wat mee gedaan, alleen is het jammer dat ze het dan niet hebben gerepareerd. Waarschijnlijk is hier meer waterschade, roestschade. Ik zal eens een lamp bijpakken. Dan ga ik zo meekijken in de camera. Even ander licht proberen. Hier zie ik duidelijk pitten in zitten. Aan deze kant bij mijn vinger zitten echt duidelijke pitten. Ik zie dat wel. Ik weet niet of jullie het op de camera zien. Ik zie nog een vreemd loopspoor. Daar zit roest. Daar zit de pitting van roest in. Dus er heeft water in gestaan. En dat hoorde ik en voelde ik dus ook lopen. Dus dit lager is verrot. Ik ga hier sowieso voor deze jongen
toch wel een behoorlijke wegverbetering krijgen. Of hun rij-eigenschappen verbeteren. Dus dat kunnen we er wel verbeteren. Kijk, ook hier is echt wel een hoop vervuiling. Sorry. Kijk mee. En ook hier zie ik pitten in zitten. En meestal aan deze zijde heb ik niet zo gauw pitten. Omdat hier niet het drukkende deel is. Dus hij heeft te strak gezeten. En er is volgens mij waterschade geweest. Nou, dit gooi ik weg. Gebruik ik niet meer. Dat doen we straks gewoon samen met die doek. Flikker ik het allemaal weg. Maak het goed schoon. En dan gaan we er een konisch lager in zetten. Dat doe ik even in een apart filmpje. Vind ik wel zo fijn. Ik voel dat van de onderkant alles goed zit. Sven, je krijgt toch wel een strak sturende motorfietser voor terug. In combinatie met een iets stijvere voorvork die ik ook nog voor jou in orde ga maken. Dus de rij-eigenschappen, je hebt al twee goede banden erop zitten. Dus de rij-eigenschappen gaan voor jou in combinatie met dat stuur. Dan moet ik even de juiste stand opzoeken. Gewoon enorm hoog. Dat kan denk ik voor jou straks een heerlijk sturende fiets maken. Dus dat ga je wel ervaren. Nou, kan ik gelijk even kijken of genoeg koelvloeistof in zit. Nou, dit is dus ook zoiets. Dit is dus de custom uitvoering. Je komt bijna nergens bij. Het zit heel krap. Maar ik heb gezien dat die vol zit. En dat is goed. Dan zet ik hem gelijk weer vast. Dus dat is goed. Het koelend systeem heeft altijd een werking. Altijd. Koud afkoelen, warm worden. Er is altijd een minimale flow heen en weer. Vooral met afkoelen zuigt hij altijd aan. In zijn overdruk blaast hij weer terug. Dus 0,9 bar trouwens. Standaard. Er zijn radiateurdoppen in omloop voor de racerij. Van 1,2 bar. En dat doen ze om de druk te verhogen. En als de druk verhoogt heb je later kans op koken. En in de racerij hebben ze wel eens hotspots in die motorblokken. En ze hebben deze motorblokken ook gebruikt in de racerij. In de Oval Dirt Racing. Ga maar eens googlen. En daar heb ik zelfs contact gehad met een van die mensen. Alleen die wilde niet vertellen wat ze hadden gedaan om die motorblok op te voeren. Sindsdien is de mail ook gestaakt. Jammer genoeg. Maar die blokken kregen last van hotspots. En dat wil zeggen dat die gaat koken in de kop. Nou, als je dan iets hogere druk in je radiateur houdt. Dan zal die later gekoken. Overigens, de druk die je maximaal op de radiateur kwijt kan, getest door mezelf, is 2 bar en dan zie je hem opbollen. Doe dat niet, de kans is vrij groot dat hij toch kapot gaat. Maar het kan, 2 bar. Zo. Ook hier zie ik gedroogd vet, dus dat kan allemaal weg, die lagertjes. Nou, eigenlijk kan ik nou niks meer doen met jullie. Dus wat ik nou ga doen is de film staken. En ik ga mijn materialen halen. Om die balloflager erin te zetten. Ik ga even kijken of ik hier nog een balloflager zet heb liggen. Nee, heb ik niet liggen. Dus. Met deze stop ik het filmpje. Tot de volgende keer weer. Ik weet niet of ik straks nog verder ga. Doei doei.